Oké, deze filmpjesreeks gaat over de bespreking van de opgave over het onderwerp arbeid en energie voor HAVO bovenbouw en het vak natuurkunde. En de eerste paragraaf gaat over arbeid. Tijdens stormachtig weer fietsen Harm en Jannie tegen de wind in. Harm zegt tegen Jannie dat hij door de wind extra arbeid moet verrichten. Jannie zegt dat dat niet klopt. Leg uit welke fout Harm maakt. Nou, de arbeid wordt verricht door de kracht en niet door hem. Oké. De terugweg hoeven Harm en Jannie soms niet meer te trappen vanwege de harde wind. Leg uit of er een arbeid op de fiets wordt verricht. Nee, de wind die oefent een kracht uit op Harm, Jannie en hun fietsen. En de arbeid wordt dus door de wind gedaan in dit geval. Oké. Een speerwerpster brengt voor de worp haar arm zo ver mogelijk naar achteren, zie figuur 8-5. Daarna brengt ze haar arm zo ver mogelijk naar voren, voordat zij de speer loslaat. Leg uit waarom dat dit een goede techniek is. Gebruik daarvoor de begrippen verplaatsing en arbeid. Nou, de arbeid die je levert met je spierkracht, die breek je door de spierkracht en de verplaatsing met elkaar te vermenigvuldigen. Dat betekent dus dat je liefst de kracht zo groot mogelijk en de verplaatsing zo groot mogelijk maakt. Oké. Dat staat hier, ja. Oké. 3. Tijdens een wedstrijd gewicht heffen tilt Annika een halte van 80 kg 1,30 meter omhoog en Jennifer tilt een halte van 60 kg 1,60 meter omhoog. Beide heffen de halte met een constante snelheid. Heeft de spierkracht van Annika of de spierkracht van Jennifer de meeste arbeid verricht? Gaan we een berekening doen welke van de twee heeft dat gedaan. Een berekening uitrekenen. Nou, ga je dat voor Annika doen en voor Jennifer. Is maar de kracht uitrekenen. Dat is natuurlijk de zwaartekracht maal G. Die moet je opheffen. Nou, 80 maal 9,81 is 784,8 newton voor Annika. En dan de arbeid is dan die kracht maal de verplaatsing. En die was 1,30 meter. Dus hier wordt dan uitgerekend 7,4 allemaal 1,30 meter is 1,02 maal 10 tot de derde zal dat zijn joule. En voor Jennifer is ook hetzelfde berekening zwaartekracht uitrekenen 60 kg doet zij maal 9,81 is 588,6 newton. Maar afstand is groter, 1,60 meter, dus die kracht vermenigvuldigen met 1,60 meter. Hier gebeurt dat 9,42 maal 10 tot de tweede joule en dat is dus minder dan deze. Dit is zeg maar 1020 joule en dit is 942 joule. Dus de spreker van Annika die levert de meeste arbeid. Oké. Gaan we naar opgave nummer 4. Een auto rijdt met een constante snelheid van 90 km over een horizontale weg. De auto ondervindt een wrijvingskracht van 450 newton. De motor zorgt voor een voorwaarts gerichte kracht. Leg uit waarom dat de motorkracht ook 450 newton is. Eerste wet van newton. Constante snelheid betekent dus dat de resulterende kracht 0 is. Dat betekent dus dat de motorkracht even groot moet zijn als de wrijvingskrachten. Ook 450 newton dus. Nou, bereken dan de arbeid die in 2,5 minuut verricht wordt. De arbeid kun je berekenen als je de kracht weet. Die is 450 newton. En de verplaatsing. De verplaatsing weten we nog niet, maar die kunnen we wel uitrekenen met snelheid en tijd. Snelheid is 90 km per uur, maak een meter per seconde van. 3,6 is 25 meter per seconde. Tijd is 2,5 minuut. Dat is 2,5 maal 60 is 150 seconden. Die vermenigvuldig je met elkaar en neem je het aantal meters. Hier gebeurt dat. 375 meter. 3750 meter, 3,5 maar 10 tot de derde. Oké, dat is de verplaatsing. Die vermenigvuldig je met de kracht. Die was 450 newton. Dus die vermenigvuldig je hier met elkaar. 450 maal 3750 is 1,7 maal 10 tot de zesde joule. Oké. Gaan we naar 5. In een achtbaan wordt een kar met 8 inzitten met behulp van een elektromotor naar hoog getrokken. Dit gebeurt met een constante snelheid van 8,6. Zo, die kant om dus. De kar heeft een massa van 250 kg en de massa van de is gemiddeld 70 kg. Oké. De kar legt langs de helling een afstand van 84 meter af. Dus dit is 84 meter zo. En deze hoek die is ook gegeven, die is 60 graden. Oké.
De trekkracht van de kabel bedraagt 7,3 x 10 tot de derde newton en de wrijvingskracht is 0,40 x 10 tot de derde newton. Bereken de arbeid die de kar heeft geleverd. Nou, dan moet je dus arbeid is kracht maal arm doen. De beweging is naar boven en de wrijvingskrachten zijn naar beneden gericht. Vandaar dat die min hierop duikt, die zijn tegengesteld. Okay, de kracht is 0,40 x 10 tot de derde newton. Dat was gegeven hier in het verhaaltje. De afstand waarover het gaat is 84 meter. Nou, dan kun je met elkaar vermenigvuldigen. Dan krijg je min 3,4 x 10 tot de vierde joule. Oké, gaan we naar B. Bereken de arbeid die de trekkracht van de kabel tijdens het omhoog trekken heeft verricht. Oké, dat is ook de kracht maal afstand. De trekkracht had een kracht van 7,3 x 10 tot de derde newton staat hier. En de afstand is natuurlijk ook weer 84 meter, dus vermenigvuldigd met elkaar. 6,13 x 10 tot de zesde joule. Oké, 6,1 x 10 tot de zesde joule als je het significant doet. Oké, bereken de arbeid die de zwaartekracht op de kar met inzitten heeft verricht. Oké, dat is iets gecompliceerder. De arbeid die bereken je met de zwaartekracht en het hoogteverschil. Oké, de zwaartekracht is niet zo moeilijk, maar het hoogteverschil dan moet je dus met sinus, cosinus, tangens doen. Oké, de zwaartekracht doe je met de zwaartekrachtformule MLG. Hoogteverschil doe je met de tangensgroep. Oké, dat gaan we dan dus doen. Eerst maar het hoogteverschil bepalen. Dit is 84 meter. Dit is 60 graden, je wil deze weten. Dat is met de sinus, hè? Overstaand gedeeld door schuin, sol, of overstaand gedeeld door lang, sol, sos of sol. Oké, invullen, de sinus van 60 graden, eerst de hoogte gedeeld door die s, die is 84 meter, de hoogte is dan die twee met elkaar vermenigvuldigd. 40 maal de sinus van 60 is 72,7 meter, dus dit hoogteverschil, oké. Dat is één. Die moeten we zo meteen gebruiken hier in de formule voor de arbeid op deze plaats. Maar we moeten ook de zwaartekracht nog uitrekenen. De zwaartekracht is massa maal g. De massa is 250 kilogram voor de kar, zeg maar. En er zitten 8 mensen volgens mij in. Die wegen 8 mensen. Dat staat hier. En gemiddeld tegen die 70 kilogram. Dus die moeten er nog bij. Dus 250 plus 8 maal 70 is 810 kilogram. Vermenigvuldigd met de gravitatieconstante 9,81. Krijg je 79,46,1 newton. Dus hier heb je de kracht en hier heb je de afstand waarover die kracht werkt. En de arbeid is dan de vermenigvuldiging van die twee. Hier gebeurt dat. Komt uit 5,8 x 10 tot de zesde joule. En het is min, want de arbeid, de beweging is omhoog en de arbeidkracht van de zwaartekracht is omlaag. Dus even tegen elkaar in, dus dan komt er altijd een min in. Oké, dat was paragraaf 1.